Geweldig, broeders en zusters, dat we hier bij elkaar mogen komen. De naam van de wonderwaling, Jezus Christus, Hij is Heer over ons leven. En we mogen het woord gaan openen en daaruit bemoedigd worden, vermaand worden, maar bovenal bemoedigd. Dank u wel dat we zo bij elkaar mogen zijn, broeders en zusters, in die liefde verbonden. Dank u wel voor de glorie die toekomt, onze hemelse Vader, want die geeft ons de kracht, anders hadden we hier niet geweest. Als wij niet de liefdesadem ontvangen hadden, hadden we hier niet kunnen komen. Maar ik ben dankbaar dat ik in uw midden mag zijn en dat ik het woord ook mag openen. En de Heer die gaf echt een bijzonder woord ook op mijn hart al. En het heeft ook te maken met het leven wat we nu leven en op weg naar onze bestemming, naar de eeuwigheid bij de Heer en onze Heer en Heiland. En ik wou u ook voor gaan lezen uit het boek Prediker. Een prachtig boek, een wijs boek met veel onderricht en veel bemoediging, maar ook vanuit de dagelijkse praktijk. Want we hebben allemaal te maken met een dagelijkse praktijk. Want al zijn we niet van deze wereld, maar we behoren hem toe. Dus we zijn, maar we leven wel midden in deze wereld en daar hebben we ook mee te maken. Met allerlei omstandigheden waar we mee geconfronteerd worden. En daarom wou ik u voorgaan met lezen uit hoofdstuk Prediker, hoofdstuk 5, de versen 7 tot 19. Prediker hoofdstuk 5, de versen 7 tot 19. Ik vind het altijd zo'n prachtig boek om uit te mogen spreken. Het is zo'n prachtige bemoediging, het hoofdstuk van Prediker. En daarom wil ik u ook zo er ook mee dat hij zo opgebouwd wordt en dat je ook jezelf erin zal herkennen. In wat ook Prediker al vertelt, wat er allemaal is. En daar staat boven, ijdelheid van de rijkdom. Indien gij onderdrukking van de armen en schending van recht en gerechtigheid opmerkt in het gewest, verbaas je erover niet. Want de ene hooggeplaatste loert op de ander en weer hogeren loeren op hen. En een voordeel waarvoor dit alles, voor het land bij dit alles is, een koning die de akkerbouw begunstigt. En wie geld lief heeft, wordt van geld niet verzadigd, nog wie rijkdom lief heeft van inkomsten. Ook dit is ijdelheid en bij het vermeerderen van het goed vermeerderen ook zij die het verteren. En wat is het gewin van de bezitter daarvan, anders dan het toezien? Zoet is de slaap van hen die werkt, of hij weinig of veel eet. Maar de verzadiging van de rijken laat hem in het geheel niet slapen. Er is smartelijk kwaad dat ik gezien heb onder de zon. Rijkdom door zijn bezitter bewaard tot zijn eigen onheil. En die rijkdom toch gaat door tegenspoed teniet. En heeft hij een zoon verwekt, dan heeft hij niets meer. Zoals hij uit de schoot zijner moeder gekomen is, zo gaat hij weer heen. Naakt zoals hij gekomen is en hij verkrijgt niets door zijn zwoegen, dat hij aan deze zou kunnen nalaten. Zo is ook dit een smartelijk kwaad. Geheel zoals hij gekomen is, zo gaat hij heen. En welk voordeel heeft hij ervan dat hij zich voor wind heeft afgetopt? En zelfs nuttigt hij zijn spijtje gedurende al zijn levensdagen in duisternis. En hij heeft veel verdriet, lijden en ergernis. Maar zie, wat ik als goed heb opgemerkt is dit. Dat het voortreffelijk is te eten en te drinken en het goede te genieten bij al het zwoegen waarmee iemand zich aftopt onder de zon gedurende de weinige dagen van zijn leven die God hem schenkt. Want dit is zijn deel. Ook aan ieder mens aan wie God rijkdom en schatten geeft en die hij in staat stelt daarvan te eten en zijn deel te krijgen en zich bij zijn zwoegen te verheugen. Dat is een gave Gods, want hij denkt niet dikwijls aan de kortheid zijns levens, omdat God hem zich laat vermaaien
in de blijdschap zijns harten. Dat is het einde van de schriftlezing. En als je het ook lezen, broeders en zusters, dat stukje ook van de ijdelheid van de rijkdom. We worden vandaag de dag enorm mee geconfronteerd met de media, met televisie, met loterijen, met rijkdom. De haak naar veel geld te kunnen winnen, veel geld te kunnen bezitten. Maar weet u wel, het kan alleen maar een hoop ellende veroorzaken. Terwijl het al gauw gezegd wordt, rijkdom, oh dat is heerlijk, dat is makkelijk. Want dan legt de wereld voor je open. Dan kan je alles doen. Dan kan je cruisereizen gaan maken. Je kan door de wildernis en je kan grote tochten, safari uitstapjes maken. Je kan je eigen te goed doen. Je kan heerlijk naar een restaurant gaan. Je kan eigen heerlijk het vlees lekker verwennen. En je eigen te goed doen. En rijkdom, oh dat is zo geweldig. Maar weet u wat zo belangrijk is, hè? Dat je de vrede van God in je hart hebt. Dat is zo belangrijk. En vandaag dan zien we de roepende maatschappij. Want de mensen die hunkeren naar zekerheid, die hunkeren naar vrede, die hunkeren naar geborgenheid. Hoeveel mensen worden vandaag de dag niet verpleegd in psychiatrische inrichtingen? Omdat ze helemaal overspannen zijn, dat ze depressief geworden zijn door omstandigheden. Het is toch een verschrikking, broeders en zusters, als je daar ook mee geconfronteerd wordt met die problemen. Mensen die letterlijk een paar medicijnen nodig hebben om de zon te zien schijnen. Terwijl als je dat gewoon bent in de gezondheid met de Heer verbonden, dan ervaar je al die vrede en die rust. En als je uit bed komt, broeders en zusters, en dat is voor een boer helemaal geweldig natuurlijk, als dan de zon zo schijnt, en je komt uit bed, en je gaat beginnen, en buiten schijnt de zon, en je ziet het land weer droog begint te worden. Maar broeders en zusters, weet je ook, de lente is weer begonnen, hè? En de lente, en die komt eraan. En dat geldt voor ieder zijn leven. U heeft misschien nu omstandigheden, dat je misschien zegt, nou, broeder de koning, je kunt makkelijk praten, maar je moet eens weten waar ik op het ogenblik doorheen ga. Wat voor een pijn en wat voor een moeite en verdriet of wat dan ook. Of dat lichaam, dat het ook opspeelt met spierpijnen of waar je ook pijn en moeite in je lichaam hebt. Maar onthoud één ding, dat de vrede van God die we ook zo ontvangen. En want we hebben ook zo te maken op Jesaja 40 vers 31. Maar wie de Heere verwachten en die putten nieuwe kracht en die varen op vleugelen als arenden. En ik wil geen kip zijn, ik wil een arend zijn. Ik wil vliegen. Amen. Weet je waarom, broeders en zusters? Als je een arend bent, dan vlieg je hoog. Boven omstandigheden. Maar als je een kip bent en je loopt over de grond te trippelen, dan kom je molshol tegen en klaag een kip. Jongen, dat is een berg. Een molshol, ja, ligt, hij loopt op de begaande grond. Maar als je vliegt als een arend in de kracht van de Heer, dat hij de kracht geeft, dan ga je over je omstandigheden heen en dan put je echt een nieuwe kracht. Waar je Jesaja 40 over spreekt, dat is zo mooi. Broeders en zusters, ik ben er ook zo bij bepaald, ook in mijn persoonlijke praktische leven. Ik zal je toch nog wat vertellen, want zuster Erna hebben al een tipje van de sluier opgelicht, een klein beetje natuurlijk. Je had het over die spruitenboer met zijn 60-jarige bestaan. Nou, ik zal het vertellen. Ik ben met 13 ook om even iets over het verleden te vertellen van mij persoonlijk aangaat, maar daar de dankbaarheid over heerst. Toen ik 13 jaar was, ben ik met mijn vader toen de tijd begonnen in de spruitenoogst en met het handje oogsten. En ze zijn heerlijk om te eten. Dat waren ze vroeger al. Die horen nog lekkerder, want die smaak is zo geperfectioneerd dat die bitterheid meer weg is. Ze zijn meer zoeter van smaak geworden. De nieuwere selecties die we tegenwoordig telen. Dus ze zijn echt tongstrelend. Maar weet je wat het probleem is? Financieel is dat moeilijker. Dus uiteindelijk hebben we nu besloten, en nu niet met mijn vader, want die is bij de Heer.
Maar ik werk nu samen met mijn zoon. Want weet je hoe het is? Dat jonge ventje van vroeger is nu de oudere man geworden. Dat zijn de geslachten die opschuiven. Heb ik ook mee te maken. Dus ik werk nu samen met mijn zoon. En we hebben allebei besloten rond nieuwjaar, vlak voor het nieuwe jaar, hebben we besloten, we stoppen ermee met de spruitenteelt op het bedrijf. We blijven doorgaan gewoon met het bedrijf, met andere teelten, met de spruiten, die vallen er tussenuit. En toen besefte ik, broeders en zusters, ik dacht, dat is toch wat, nu mag ik 73 zijn. En ik heb 60 jaar altijd geconfronteerd geweest met spruiten. Dat is toch wat, een leven lang. En ik heb wat ontberingen geleden. Want ik weet ook, dat geldt voor u persoonlijk. U heeft misschien ook met die persoonlijke levensboek alle ontberingen geleden. Pijn en verdriet en moeite. Maar wat is dan nog een wonder. Als je dan ook beseft, na 60 jaar, dat ik hier zo voor u mag staan. En nog heerlijk, krachtig, dat de Heer ook mij de kracht en de gezondheid geeft. En ook om u te mogen bemoedigen. Want de jongeren die worden er met moede en mat. Maar we weten één ding. Maar wie de Heer verwacht, die krijgen de kracht om door te gaan. En het hebben die jongeren tegenwoordig hard nodig. Want ook die jongeren worden geconfronteerd met een maatschappij die heel snel verandert. Alle ontwikkelingen gaan gigantisch snel. Toen ik een jong kereltje was, 60 jaar geleden, ging alles veel rustiger. En de mensen hadden ook niet veel. Ze hadden geen vakanties. Ze hadden geen dure dingen in huis staan. Ik weet nog goed, vroeger was gewoon een keukentafel, een stoel eromheen. En de kamer, er zat dan een makkelijkere stoel. Maar dat was het eigenlijk. Vroeger was er veel meer eenvoudigheid. Maar weet je wat de mensen wel hadden? Ze hadden tevredenheid. En dat is zo belangrijk. Tevredenheid en dankbaarheid. En als ze dan een dagelijks brood verdiend werd, dat het ook binnenkwam, dat moeder ook voor de kinderen ook eten kon kopen en ze kon verzorgen en vertroetelen. En dan waren ze dankbaar. Zo zijn mijn ouders ook opgegroeid. Ook eigenlijk ook in wel en met armoede. Maar die hebben ook, de Heer heeft ze overeind gehouden. En nu werd ik er zo bij bepaald in mijn persoonlijke leven, toen ik allemaal terugdacht met rond de jaarwisseling, dat ik echt 60 jaar terugdacht. Ik dacht, Heer, wat is bijzonder geweest. Ik heb kou geleden. Ik heb het meegemaakt heel veel jaren terug. Was ik aan het plukken in mijn eentje nog. Toen was het alweer een machine geworden. Een zelfrijder. Dus ik zat er alleen op. En het ging sneeuwen. Het ging vriezen. En we wisten, de gewassen die gaan kapot. Die zullen vannacht doodvriezen. Want het gaat volgens de voorspellingen 15 graden vriezen. En dan kan het niet tegen. Dus dan gaat die kapot en dan is het gewas verloren. Ik was s'avonds bezig. Het werd 11 uur. Ik reed in de polder. Ik zag aan de dijk, zag ik al de lichtjes doven. Want de mensen aan de dijk, de burgers, die kropen heerlijk in de warme holletje. En die trokken een lekkere warme dek over erheen. En ik voel mij gezielig. Ik dacht, oh Heer, dan ben ik hier in mijn eentje nog aan het ploeteren. Om nog wat spruiten te oogsten, nu het nog kan. En ik heb kou. Mijn broodzakje is leeg, ik heb geen eten meer. Mijn thermofles met de koffie is op. O Heer, dat valt echt niet mee. En nu zal ik u een wonder vertellen. Dat is nou God. En dat geldt ook voor u, in uw omstandigheden. Ja. Toen hadden we nog de EO. Die had ook een lied in de nacht. Hadden ze een uur lang geestelijke muziek. Die werd gezongen zo rond een uur of 1 uur of 2 uur midden in de nacht. En ik had de radio aanstaan te plukken. En toen begon God met zijn geestelijke muziek te stromen over die spruiten. Het was een sneeuwen. Ik had koud. Ik voelde mij ellendig. Ik dacht, oh Heer, wat heb ik het toch al slecht hier. Oh. Maar toen kwam het. Toen kwam de kracht van God over je. De blijdschap van de muziek om hem te loven en te prijzen. En toen ging ik boven de omstandigheden uit. En weet je wat er gebeurde, broeders en zusters? Ik voelde helemaal geen kou meer. Kou was weg. Mijn zelfmedelijden had ik een finaal uitgezongen al in de polder. Radio goed aan. Over de polder. Heer, geen buren die klagen. Want wat de spruit niet te staan, die klagen niet. Dus ik heb vol volume over de polder. En dan Gods lof over het besneeuwd landschap. Oh, dat is zo heerlijk. Dat kan geen mens je afnemen. Maar dat moet je ervaren hebben.
wat het is om gevuld te worden door de kracht van de Heer. Zoals ik ook van de week op Helene Esmeijer zag in Uithoendelo nog. Die heb ik ook meegemaakt met haar man Nol samen. Een vurige echtpaar die al veel jongeren ook altijd bemoedigd hebben met zaterdagavond de bijeenkomsten 30 jaar lang. En nu zag ze van de week tot mijn grote vreugde, want ik kon ze persoonlijk met mijn vrouw, toen mijn vrouw nog leefde, ben ik er ook geweest bij haar in Hoenderlo. Ik vond het zo geweldig. 77 jaar en ze straalde en vurig van geest. Ik dacht, Heer, dat is het. Doorgaan. Al ben je nog 73 of 77. Heren, die geven je de kracht om gewoon door te gaan. Door alles heen. En daar sluit ik af ook met die spruiten. Dat is hem even bijzaak. Maar ik wou u even ermee bemoedigen, gewoon vanuit de praktijk. Omdat u ook allemaal te maken met die dagelijks brood verdienen. Met die inkomen. En de vrouwen, wat ik vroeger niet wist, broeders, zusters. Nou ben ik zelf een duimer. Als mijn aanrechtje glimt en schoon is, had ik vroeger helemaal geen erg in. Ik dacht alleen aan de spruiten. Maar nou heb ik wel eens andere zaken waar ik mee te maken heb. Om het in huis ook netjes te houden. En heb ik er weer plezier in. Zeg, Heer, u geeft me weer de mogelijkheden. U geeft me weer de kracht om ook hier weer doorheen te gaan. Want we mogen weten, onze geliefden die in de Heere gestorven zijn, die zijn bij Hem. En die hebben het goed. Die hebben geen pijn. Die hebben geen moeite. Hebben geen kou. Maar wij, zolang die ons de levensadem geeft, moeten wij gewoon doorgaan. Amen. En hou vol. Laat nooit de moed zakken. Laat het nooit roven bij u. Want dat is... Het is ook op dag af te ronden. Ik moest ook nog veel aan denken. Onze bekende Pietje Paulusma. Die had het zo graag over de Elfstedentocht spreekt. Dan begint hij al te juichen. En toen ik vroeger spruitenteler was, begon ik te krimpen. Dacht, jij kan juichen en bij mij spruiten vries ik kapot. En dat is eigenlijk de realiteit van het leven, maar dat is even terzijde. Maar dat is ook weer voorbij. En weet je wat ik zo geweldig vind? Wat de Heer nu weer in petten voor me heeft. Je bent nooit werkloos in Gods Koninkrijk. Weet je dat? Ja. Bestaat er niet. Nee. Want we hebben altijd werk in Gods Koninkrijk. Zolang jongens de levensadem geeft, hebben wij te getuigen. En Hem te verheerlijken. En Hem groot te maken. En daarom wat ik ook net voorgelezen over in Prediker ging over de rijkdom. Nou, er staat ook een prachtige tekst in, die mij ook erg aanspreekt natuurlijk. Dat staat ook een tekst in van welzalig dat land ook gezegend is als een koning hebben die de akkerbouw begunstigt. Dat zegt u gelijk aan als boer zijnde. Dat vind ik niet verkeerd. Maar van de andere kant wil ik die lijn gelijk uitleggen en doortrekken, broeders en zusters. Want zijn er geen agrariërs meer, heb je ook geen eten. Want er moet eten geteeld worden. Er moet groente en fruit, alles moet geteeld worden. Daar is ook met mensen voor nodig. Dus weet wel, wat een rijkdom dat we hier in Nederland hebben. Dat we hier volop eten en voedsel en alles hebben. In de supermarkten leggen vol. Je kan maar uitzoeken wat je hebben wil. Zo rijk zijn we nog gezegend. En weet je wel, in Nederland op dit moment, terwijl er vele broeders en zusters van ons in Irak, in Syrië, Noord-Korea, in delen van Afrika, die worden vervolgd, die zijn verjaagd, die hebben alles moeten verlaten. En die zitten in vluchtelingenkampen onder een moeilijke, erbarmelijke omstandigheden. Want het is... Wees dankbaar wat de Heer ons geeft hier nog in Nederland. We leven nog in de vrijheid op dit moment toch. We kunnen nog spreken. Ik mag nog prediken zonder dat je opgepakt wordt. Het is nog echt, maar in veel landen mag het al niet meer. Dus wat is de wonderdag van onze Heer en Heiland ook hier nog mag en kan getuigen. En dat moet u doen. En dus ik wou er ook mee zeggen, als je ook moeilijkheden hebt in je praktische leven, met een baan, of met werk, of met gezondheid, weet één ding. Je moet altijd de Heer aanroepen, want Hij is altijd met ons. Weet je ook wat ook zo prachtig is? Dat is ook een bekend vers ook van mij, wat mij ook altijd erg aanspreekt. En dat kan u vinden in Romeinen. Hoofdstuk 14, Romeinen hoofdstuk 14, de verzen 7 tot en met 8. En dat is ook een vers toen mijn vrouw 10 jaar geleden
heen ging, zei ze, daar moet je over spreken. Daar hebben we zo over gepredikt toen. En dat is zo'n bijzonder vers. De Romeinen, hoofdstuk 14, de versen 7 en 8. Want niemand onzer leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, het is voor de Heere. En als wij sterven, het is voor de Heere. Het zij wij dan leven, het zij wij sterven. Wij zijn des Heeren. Dat is toch een krachtige verse in Gods woord. Dat is zo bemoedigend dat we mogen weten wat er ook gebeurt. Zolang God ons de levensadem schenkt, zijn we hier bij elkaar om Hem te loven en te prijzen. Maar als Hij ons thuis haalt, mogen we weten, dan komen we ook veilig bij Hem thuis. Maar daarom moeten we ook de Zoon aangenomen hebben, de Heer Jezus. En God zond zijn Zoon. God zond zijn Zoon naar de aarde om voor onze zonden te boeten. Want er was een breuk gekomen met de zondeval in het paradijs tussen God en de mensen. En toen zond hij de Heer Jezus naar de aarde. Zijn Zoon die kwam en die gaf zich vrijwillig over. Wat we ook net ook herdacht hebben, ook met het avondmaalviering, hebben we ook aan zijn lichaam gedacht wat verbroken is. Ook zijn bloed wat vergoten is. Maar wat is de rijkdom dat we mogen weten dat hij voor ons gestorven is. En daardoor hebben we ook eeuwig leven in hem. En daarom zijn onze geliefden die bij hem zijn, dat is gewoon geweldig. En ze mogen weten wat een troost dat we onze geliefden bij hem veilig zijn. Dus zolang wij hier op aarde zijn, als God ons zegent met een goede baan, met een goed inkomen, met een mooi huis of wat dan ook, dank hem ervoor. Wees er gewoon blij mee. Maar weet één ding, het is nooit uw eigendom. Als een boer nog zoveel land hebt, is heerlijk een hoop land hebben voor een boer om op te kunnen werken, om te kunnen beheren. Maar weet één ding, of nou wie ook ben, een burger of een boer, we zijn rentmeesters, we zijn nooit geen eigenaars. Het is allemaal van de Heer. Amen. En het begint zelfs heel simpel al bij je levensadem al. Dat je levensadem hebben niet in ons hangt. Daarom tegenwoordig maatschappij zijn er zoveel mensen die willen zelf de levensadem bepalen hoe lang dat ze leven. Met euthanasie, dat is tegen Gods woord in. Want God zegt, de adem is van mij. Ik geef de adem en ik neem de adem. En dat is in zijn God. Dus abortus en euthanasie moeten wij ver van blijven. Want het is tegen Gods woord in. Hij heeft ons juist gezegd van, en dat is ook zo bijzonder in Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 13 vers 5. Want hij heeft ook gezegd, ik zal u geenszins begeven. Ik zal u geenszins verlaten. Amen. Hij zal altijd met u zijn. Dat zijn toch rijke beloftes die we ook in de prediking vanuit Gods woord al zo mogen verwoorden. Dat we mogen weten wat er ook gebeurt. We zijn van hem. Dus al de begeerte naar rijkdom waar zoveel mensen door besmet zijn, altijd met de hunkeren. Och, als ik maar de loterij, als ik maar de lotto win, als ik maar die miljoenen win, oh, dan ben ik toch geweldig. Er zal een ziekte toeslaan. En wat heb je dan? Niets. Dus wat is het belangrijkste? Om de Heer Jezus aan te nemen als je redder, je Heer en je Heiland in je leven. Dat is punt 1. Dat is het belangrijkste wat er is. Want ons aardse leven, hoe lang we ook denken dat we hier mogen leven, het is maar een zucht. En dan kan ik al eind verwoorden al met mijn 73 jaar. Als ik terugkijk, dan zeg ik, oh, het is zo snel gegaan, hé. Maar wat is dan prachtig ook in het voorgelezen schriftgedeelte, zit ook zo prachtig in. Maar als je het ook naar je zin hebt, dat je ziet dat de hand des Heren ook in heel je leven verweven is, waar je allemaal doorheen ook hebt mogen gaan. Maar wat is dan geweldig om te mogen weten dat we in hem meer dan overwinnaar zijn. Dus we hoeven nooit te vrezen. Maar we moeten wel beseffen, het is maar een zucht, dit aardse leven. Waar de wereld bol van staat om rijk te worden. Het is maar een zucht. Maar de eeuwigheid,
je verdere leven. Dat is altijd durend, eeuwigheid. Tijd is niet te begrijpen. Dat begrijpen we gewoon niet. Maar het is eeuwigdurend, altijd durend. Dus het is maar een zucht. En God dat heeft een bestemming met ieder van u, zoals u hier bent. Hij heeft een bestemming, hij heeft een plan met u. Maar in dat plan mogen wij wandelen. Ik zeg het wel met een voorbeeld. Als je in de trein stapt, dan ga je naar een bepaald doel. Maar als je naar een verkeerd doel gaat met de trein, komt het niet goed uit. Maar we moeten in de trein stappen met het station van de Heere Jezus Christus. Amen. Dat moet ons doel zijn. In die trein moeten we gaan. En niet in de trein bij de Heer vandaan naar de vernietiging, naar de hel toe. Dat gun je geen mens. En daarom moeten wij altijd getuigen en laten zien en spreken en goed doen. Galaten 6 vers 9 is ook zo duidelijk, he, dat we ook nooit de moeder moeten worden om goed te doen. Want als we volharden, zullen we eenmaal oogsten. Dat is toch fantastisch? Dat zijn niet mijn woorden, dat staat een Gods woord. Dus we moeten volharden, volhouden, dwars door alles heen. En dan kan je het niet begrijpen. Als je verdriet hebt, dat je geliefde weg moet brengen. In mijn geval was dat mijn zoontje van 3 jaar en 10 jaar geleden mijn vrouw. Maar ik kan je één ding vertellen. Als je ervaart de liefde van God, de troost die dan ontvangt, kan geen mens je geven. Maar het ontvang je rechtstreeks van de Heer. En dan giet hij uit je hart. En dan loop je niet meer pijnlijk van ik. Oh, je moest weten wat ik allemaal doorheen gegaan heb. Je moest weten wat ik allemaal voor pijn geleden heb. Helemaal niet. Dan ga je juist zeggen, maar met de Heer, je hebt mij vastgehouden. En daarom ben ik er nog en mag zijn in Hem wie ik nu mag zijn. Dat is toch een wonder voor ieder van u persoonlijk. Dus dat mag jullie eigenlijk altijd naar uitstrekken. En dat is ook zo'n prachtig vers, broeders en zusters. Dat staat in Filippenzen 3 vers 14. Filippenzen 3 vers 14. Maar één ding doe ik. Vergeten hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt. Jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Dus als je verdriet gehad hebt, heb ik ook gehad. Ik heb ook pijn gehad op vele terreinen. Was het niet in privé, met de geliefde wegbrengen, was het weer zakelijk. Dat er weer pijn was. Maar door alles heen kan ik u getuigen. Hou vol en verwacht het van de Heer. Want Hij zal altijd met je zijn. Dus blijf niet te lang terugkijken. Maar kijk op het heden waar we nu zijn. Want we zijn op weg naar de toekomst. Dat is toch geweldig. We zijn op weg naar de toekomst. Op mijn huis in de polder. Toen ik er 18 jaar geleden ging bouwen. Ik ben opgegroeid in Barendrecht. Tot mijn 56ste, toen mocht ik aan mijn tweede jeugd begonnen in de polder, op Goeree-Overflakkee. En dat vind ik zo bijzonder, toen lag de Heer op mijn hart, de naam van het huis, van het bedrijf. En daar staat op, Maranatha, Jezus komt spoedig. En Hij komt spoedig. Als we Matthäus 24 lezen, we lezen in Timotheus hoofdstuk. Het tweede, de derde hoofdstuk van Timotheus 2. Lees de hele Bijbel heen over de eindtijd in de openbaring en wat er allemaal over geschreven is. We zien het gewoon voor ons ogen gebeuren. Alles is aan het toespitsen. De liefde is aan het verkillen van mensen onderling. Ook zelfs in de maatschappij. Die is aan het verkillen van het persoonlijke naam. Ben je lief leven aan het verwoorden, zachtjes aan, naar een nummer. Een baas gegeven, een nummer. Vele mensen kan je tegenwoordig niet meer bereiken. Gewoon met een persoonlijk gesprek van hart tot hart. Nee, je moet via de e-mail of via de computer, weet ik het. Ik heb er nog geen zoveel verstand van. Maar in ieder geval het praktische van het gewoon communiceren van hart tot hart. Overleggen en spreken wordt gaande minder. Weet je dat in de maatschappij waarin we nu leven? Dus het wordt killer, het wordt kouder. Maar weet één ding, dat zegt God ook in zijn woord, de Romeinen hoofdstuk 8 vers 18. Want dat is dan ook heel duidelijk. Want de wereld wacht met rijkhalsend verlangen op het openbaar worden der zonen, en dan ook maar zeggen, en de dochteren Gods.
gewoon van Gods kinderen. En wat we weten in deze tijd, waarin de duivel weet dat hij maar weinig tijd meer heeft. De duivel kan ook goed voor Gods woord. Hij echt wel. Hij weet dat hij weinig tijd heeft, dat zijn einde nadert. Daarom is hij met grote grimmigheid neergedaald. Zoekende wie die kan verslinden, wie die aan kan vallen. In relaties, in omstandigheden, in alles om je te ontmoedigen. Om je de moed eruit te halen. Maar ik wil je alleen maar zeggen, van hou vol hart. Want we zullen eens de prijs van onze Heer Jezus ontvangen. Want wat zo wonderlijk is, als je een kind van God geworden bent door het bloed en het offer van zijn Zoon Jezus Christus, dan ben je ook een koningskind, weet u dat? Een koningskind. En weet je wat je koningskind ook gelijk bent dan? Een erfgenaam in de hemelen. Dus Matthäus 6 vers 33 zegt ook zo duidelijk, zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en de rest zal u toegeworpen worden. Uit genade. Amen. Want alleen door die genade zijn we behouden, broeders en zusters. Dus we moeten goed onthouden. Wij kunnen nog zo streven naar de aardse rijkdommen. Maar we weten één ding. God is bij machte om ons iedere keer te geven. En het is ook zo'n prachtig vers wat ook weer staat in Jeremia. Kan je dat ook lezen? Dat vind ik een heel prachtig, bemoedigend vers. Jeremia, hoofdstuk 17. De versen 7 tot en met 8. Jeremia hoofdstuk 17, versen 7 tot en met 8. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens betrouwen de Heer is. Hij toch zal zijn als een boom aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat en het niet merkt als er hitte komt, maar welks loof groen blijft. Die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vruchten dragen. Nou, dat is toch grandioos, broeders en zusters. En dat is Gods woord, want het is zijn woord wat ik net voorgelezen heb. Amen. En daar moet jij aan vasthouden. Zie niet om de omstandigheden. Zie altijd over de omstandigheden heen en verwacht het van hem. Want hij is een vader. Hij wil zijn kinderen zegenen. Hij wil ons helpen. Hij wil ons ook die genade schenken. Hij wil ons die oplossingen schenken. En dan kom je voor zaken terecht wat je met het natuurlijke zegt. Het kan niet met je natuurlijke verstand. Maar boven God, onze God, is bovennatuurlijk. Amen. En bovennatuurlijk is alles mogelijk. En daarom mogen we nog steeds een God toebehoren van wonderen en tekenen. En die zal die geven aan zijn kinderen. In deze tijd waarin we nu leven. Maar we moeten eerst van onszelf ook nederig zijn. We moeten nederig zijn naar hem toe. En hem ook dienen met een liefdevol hart. Zoals je ook, ik moest lachen van de week nog even om een klein zoontje van 2 jaar. Dat is nogal schijnbaar een charmeur. En die ging mijn dochter ophalen bij het kinderdagverblijf. En ze wist wel dat hij wel zijn vriendinnetje had, want die had me speelde, was 2 jaar oud. Ze trekt hem zijn jasje aan en ze denkt dat hij gelijk met hem meeloopt naar buiten. Hij loopt ineens terug het zaaltje in en dan gaat zijn vriendinnetje van 2 jaar een kusje geven voor het wangetje. En dan komen we terugwandelen en dan ging hij met zijn moeder mee. Wat een charmeur, 2 jaar oud. Ik heb hem allemaal wat van leren. Ik vind het prachtig, maar ik vind zo'n humor. Gewoon zo'n kind, zo ontvankelijk. Het was zo, het meisje waar de normaal gesproken veel mee speelde in dat kinderdagverblijf. Nou, goed, dat mag je wel laten zien. Maar zo moeten wij ook, zoals zo'n klein kind, zo liefdevol naar zijn meisje, moeten wij ook liefdevol met liefde onze hemelse Heer en Heiland ook dienen. Want we mogen een kind zijn, een koningskind zijn, een erfgenaam zijn. Maar dan ga ik ook liefde betonen. En als je toch de Heer wil dienen met liefde, dan ga je toch niet tegen zijn woord in. We zaken doen die juist scheiding brengen tussen de Heer en iemand. Als wij moedwillig zondigen, komt er scheiding. En dan moeten we niet verwachten dat al die zegen
Zullen we zo gemakkelijk aan, we zullen ontvangen Gods bemacht om even de zegen te schenken. Maar we moeten ook bereid zijn om ons leven iedere keer te laten doorlichten door de Heilige Geest. Dat de Heilige Dame zegt, Heilige Geest, maak mij duidelijk. Wat moet ik veranderen in mijn leven? Wat doe ik nu nog fout? En als je dat ook door de Heilige Geest je zo gaat onderwijzen. En dan komt die vrede en die liefde en die blijdschap. Allemaal 9 vruchten van de Heilige Geest. Die komen allemaal over je heen in dankbaarheid. Want dan heb je ook een Spreuken 10 vers 22. Is ook een heel apart vers. Dat zegt heel duidelijk. De zegen des Heren die maakt rijk. Zwoegen voegt er niets aan toe. Allemaal Gods woord. Dat is toch geweldig. Dus, en wij moeten ook weten. Wij moeten niet lui zijn. We moeten arbeidzaam zijn. Heus wel in Gods koninkrijk. Dat we hem eren. En dat we ook komen. Ik hoor ook hier voor vanavond ook mensen die ook ver met de fiets gekomen zijn. Maar die zeggen, en we zullen hier zijn. En ze komen fietsen. Nou, dat vind ik grandioos. Want dat doe je als je liefde hebt voor je Heer en Heiland. En dan doe je er wat voor. En zo is het ook in hele leven. Je moet wel een offer brengen. Maar weet één ding. Als je een offer brengt aan de Heer gewijd, dan komt hij met zijn zegen. Want hij wil juist getrouwheid en gehoorzaamheid. Dat wil hij juist zo zegenen, broeders en zusters. En dan moeten we altijd God eren en dankbaar zijn. En wat overal ook zo bij bepaald worden. En wat ik ook al aangehaald heb, als je ook geliefde weg moet brengen, of je wordt aangevallen in je lichaam. Maar laat de moed nooit zakken. Maar bid altijd, Heren, niet altijd van neem het van me weg. Maar bid, Heren, geef mij de kracht dat ik er met u altijd doorheen zal gaan, door deze moeilijke omstandigheden. Zoals David ook zo prachtig zegt, met mijn God spring ik over een muur. Dat is toch geweldig? Dus met uw God gaan we ook dwars door de muur heen. Want bij God is alles mogelijk. En die tijd leven we in zo'n bijzondere tijd. De mensheid die is aan het zoeken naar vastigheid, naar zekerheid. Want als we ook helemaal gericht zijn op dit leven, dan zeggen we moeten het nu goed hebben. We moeten een fijn huwelijk hebben, een lieve vrouw of een man, lieve kinderen, een goede baan, een sprankelende huis, alles even goed en punctueel. Allicht, als je het ontvangt, dank God ervoor. Maar als het niet gebeurt dat het moeilijker is, weet één ding. Als je blik omhoog richt, zoals een klein kind die ook jarig staat te worden, zeg maar zeggen, een klein kind. Die leeft al weken van tevoren op zijn verjaardag aan. Want dan weet hij, dan krijgt belangstelling en dan krijgt cadeautjes. En voor een klein kind is een cadeautje enorm veel. En maar doordat hij daar naar kijkt, vergeet hij als hij het even moeilijk hebt. Want hij is helemaal gericht, gefocust op de cadeaus die eraan komen. En zo is het ook met Gods kinderen. Als het nog moeilijk is, kijk niet te veel naar die omstandigheden. Maar bid God voor kracht. Bid dat je de kracht zal geven om er met hem doorheen te gaan. Zoals ik zo'n prachtige kaart heb, je ook weet je wel, van de voetstappen in het zand. Dat iemand ook zegt van, Heer, waar was je toen ik het zo moeilijk had? En er staat er op die kaart, voetstappen in het zand. Want de Heer was er wel degelijk bij. Alleen de persoon zelf ervoer het niet. Maar God is er altijd bij. Hij is hier in ons midden. Want u weet, dat zat ik in het woord, waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, ben ik in uw midden. Dus God is in ons midden, dat is toch wonderlijk. Dus je moet ook weten wat je wie ook mag zijn. Want als je 1 Korinthe 15 vers 19 zegt, leest, die zegt ook zo duidelijk, indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Met andere woorden, al het gehunken voor dit leven. Als het goed gaat, dank God ervoor, heus wel. Maar nooit zonder hunkeren, dat de hunkering je begint ziek maakt van verlangen naar die stoffelijke dingen. Want het prachtigste vers er ook weer,
Dan moet je in Johannes hoofdstuk 5, daar staat in vers 12, in Johannes hoofdstuk 5, vers 12. Dat is zo'n krachtig vers, broeders en zusters. Het overwinnend geloof in Jezus Christus. Want daar staat heel duidelijk, en wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dat is toch kernachtig. Boven dat stuk in Johannes 5 staat heel duidelijk eerst over de Zoon. Of het overwinnend geloof in Jezus Christus. En daar staan al de teksten eronder. En dan die ene tekst haal ik er even tussenuit, vers 12. En dat gaat specifiek over de Zoon. En als we Heer Jezus hebben, die hebben we aangenomen als onze redder, als onze Heer, als onze zaligmaker, dan mogen we ook weten, dan hebben we het leven, het echte leven, hebben we toekomst. Dan houdt het leven hier niet op. Nee, dan hebben we toekomst naar de eeuwigheid. En dan gaan we door en we zijn op reis. En ik wens u toe, de komende periode, de komende week, maanden, hoe lang het de Heer nog vertoeft te komen. Maar zolang als je nog niet komt, wil ik je gewoon bemoedigen vanuit Gods woord. Hou vol en verwacht het van Hem. En als je volhoudt, je zult net als een boer, als wij zaaien, moeten wij niet gelijk gaan klauwen of het zaad al ontkiemd is. Begrijp me, doen wij het niet. Maar we moeten overgeven, want God zegt duidelijk, als wij zaaien en oogsten zullen niet ophouden. Dat zal altijd gewoon doorgaan. En wij weten gewoon, als boer zijnde ook, als particulier kan het ook weten, als je zaait in goede aarde, in vochtige grond, en dan zal het kiemen, en het zal opkomen, en het zal ook dan weer naar tot de oogst groeien. En zo moeten wij ook in dat vertrouwen hebben. Wij zijn hier ook, net als een graankorrel. Dat zegt God in zijn woord ook. De graankorrel, die geeft pas wasdom als die bereid is om te sterven. De graankorrel moet sterven in de grond. En dan komt een hoop halmen uit die ene korrel. En dan krijg je een grote oogst. Maar dat is ook voor ons weggelegd. Wij moeten ook eerst ons oude leven ook hier afleggen. Hier op aarde. Maar dan zullen we een nieuw ontvangen in de Heer. Een volmaakt. Zonder pijn in je spieren of je heupje of je rug of waar dan ook. Dan zal je volledig genezen zijn. Nooit geen pijn, nooit geen verdriet hebben. Dat zal volmaakt zijn. Dus ik wens je allen toe. Als we ook van hier gaan. In die kracht van de Heer. Wat er ook gebeurt. Weet één ding. Als je het van Hem verwacht in je leven. In zijn handen ligt. Zal Hij het maken. Op zijn tijd. En op zijn wijze. En heb je ook problemen. Dat je zegt. Ik heb ook gebed nodig. Of bemoediging nodig. Of voor genezing bidden. Want Jezus ook. In Jesaja 53, 54 kun je het ook duidelijk lezen. Hij is ook voor onze ziekte gestorven. En Hij wil ook ons beter maken en ook genezen. Dus dan mag je ook naar voren komen om ook voor gebed, dan moet voor Gods stroom brengen. Maar ik wou ook u ook dat meegeven. Volhard en hou vol. En laat nooit zitten en laat je nooit aanvallen door somberheid of wat dan ook. Maar verwacht het van Hem, want Hij wil u vullen. Hij wil u met stromen van levend water door je hemel te stromen. En dat je zo krachtig bent om Hem groot te maken, Hem te dienen. In Jezus' naam. Amen. Amen.